Ik wil vertellen over het webinar van gisteravond. Ik zal me even voorstellen en ben ik intussen ook vast Joan in beeld. Zodat we samen daarover kunnen vertellen. Hi Joan. Goedemorgen Jacqueline. Goedemorgen. En goedemorgen allemaal. Ja, leuk dat jullie erbij zijn. En we geven ook even tijd om nog binnen te komen lopen. Als je mij hoort. En Joan, laat even een... weten in de chat dat we goed te horen zijn. Anders zitten we hier te praten in het luchtledige. En geef even een duimpje als je het leuk vindt. En even kijken of er al wat vragen zijn. Ja, die ga ik zo meteen in beeld brengen. Okay. Even voorstellen, want wie zijn wij? Je bent nu op de pagina van Joan of van mij of waar we het gedeeld hebben. Mijn naam is Jacqueline Peek. Ik organiseer online en offline evenementen. Nou ja, offline is dus nu helemaal niks. Dus vooral online kun je mij benaderen om evenementen toch door te laten gaan via livestream. Zoals we nu ook op dit moment doen. Joan zit veilig bij haar thuis en ik zit gewoon bij mij thuis. En zo kan je dus ook meerdere gastsprekers uitnodigen. En toch je klanten en je relaties... contact mee onderhouden. Ik heb Joan ontmoet bij evenementen van Roy en Joy Martina. En dan geef ik nu het woord aan Joan. Je ziet haar naam ook getagd, dus je kan haar ook gaan volgen op die pagina. Maar nu is ze live aanwezig, dus kan ze zelf iets over zichzelf vertellen. Ja, hallo, dankjewel Jacqueline. Inderdaad, we hebben elkaar ontmoet in de vele seminars van Roy en Joy. En uiteindelijk is daar ook een eerdere videoopname gedaan door jou. Ja, ergens heel druk aan het vertellen van zus en zo. Over het zichtbaar worden, dat soort dingetjes. Nou goed, wie ben ik? Sommige mensen kennen mij natuurlijk al wel en sommigen ook niet. Nou, ik ben Joan Chiu. En ik heb een website, JonesFlow.eu, dus www.jonesflow, flow.eu. Daar vind je alles en ook een hele profiel, dus ik ga niet van alles vertellen wat ik al zo al gedaan heb. Dan kun je rustig naar kijken. Maar wel wil ik willen vertellen dat ik niet van gisteren of eergisteren ben gestart, maar dat ik al vanaf 1997 als Reiki Master cursussen heb gegeven en... Nou ja, lees het gewoon, zou ik zeggen. Ja. En vandaag zijn we bij elkaar gekomen om ook een klein beetje de manier uit te leggen hoe ik jullie wil inspireren met wat eenvoudige tips. De juiste tips en de volledige tips, dat heb je al via Joy en Roy gezien. En wellicht ook wel steeds meer straks op hun... webinar, dacht ik, volgende week. Hè? Die is van 28, 29. Maart, ja, af en toe wat naar mijn iPad kijken. Want ik moet daar straks de tekst uitlezen. Maar dat is natuurlijk even zo. Ja. Nou, ik weet natuurlijk ook wel, denk ik, dat wat nou kleintjes meekijken. Dus ik heb ook heel bewust gezocht naar teksten die niet al te zwaar zijn. En als jij de behoefte hebt om het volledig te hebben, mail me of bel me. Je weet me te bereiken, ook via mijn website uiteraard. Ja. Dan kan ik het je wat meer toesturen. En dus ik wil eigenlijk het simpel houden. Ja. Hè? Het simpel houden, en zodat iedereen mee kan doen. Klopt, ja. Het is Joy en Roy Martina zijn al heel lang betrokken bij het coronavirus vanuit hun 60.000 studenten in China die zij ook begeleid hebben in het proces daar. Roy Martina is holistisch arts al ruim 40 jaar. Dus het is niet zomaar iemand die iets in het luchtledige roept. Heeft gewoon hele goede banden met diverse artsen en mensen. Dus zij kunnen je daarin in verder helpen. Ze hebben gisteravond een webinar gegeven dus. En als je op de link tikt die ik onder het bericht nog heb gezet, kan je alsnog aanmelden voor het webinar om het dan terug te kijken. En je krijgt dan ook het e-book met praktische tips wat in huis te halen.
En ook een meditatie. Dus die link die werkt nog steeds wat dat betreft. Ja, het is... wij zijn er gisteren allebei bij geweest, hè, bij dat webinar. Klopt. Het was heel erg druk. Het was af en toe even weer opnieuw verbinding maken, omdat er zo gigantisch veel live kijkers waren. Dus ja. Ja, ruim boven de 4000, hè? Heb ik gezien. Ruim boven de 4000. Ruim 4.500. Op dat moment, hè? Op dat moment eigenlijk. Ja, klopt. Dus ik zal ook even laten zien hoe ze erbij zaten. Ja. Met z'n tweeën. Ze wonen voor een half jaar in Salzburg, Oostenrijk. Zouden eigenlijk naar Nederland komen, maar zijn dus ook verplicht om daar te blijven. Thuis te blijven met hun dochter. En ook deze tijd maken zij dus net zo goed mee als over de hele wereld. Ja, klopt. En ik ben zelf ook heel erg dankbaar. Uiteindelijk... zou ik zeggen, wij allemaal, hè, dat die webinar gisteren zo voor iedereen beschikbaar is geweest. En nog gratis met alle tips en hun zienswijze, waar zij allemaal achter zijn gekomen. Noem maar op. En dat is allemaal gewoon cadeau. Dus weet je, of je het nog gelooft er of niet in gelooft, dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, hoor het gewoon, neem de informatie tot je toe. En dat wat goed voor je voelt in je hart, zeg ik altijd... Ja. Pak dat gewoon. En misschien nu nog niks. En misschien later weer wel. Dat is zo verschillend in welke staat je op dit moment bent. Hè. Dat is ook voor ons allemaal hetzelfde. Voor mij net zo goed. Ja, inderdaad. Het is, je pakt eruit wat voor jou goed voelt. Naast natuurlijk alle andere adviezen van 1,5 meter afstand houden. Niet onnodig andere mensen opzoeken. Wel je boodschappen kunnen doen, zeg maar. Ja. Handen wassen en dergelijke. Dat blijft allemaal. Maar daarnaast had ik het gevoel van... Ja, wat kan ik nou nog meer doen? Het virus waait rond over de wereld. Dus je kan het niet helemaal tegenhouden. Maar hoe kan je jezelf weerbaarder maken? Dat als het jou treft... dat je je lijf en je mentaal daar... tegen opgewassen bent eigenlijk, hè? Ja, en ik zou eigenlijk nog een stapje vooruit doen. Ik zou zeggen preventief. Ja, preventief. De dingen in huis halen of de dingen doen, hè, om te voorkomen dat je in een bepaalde situatie terechtkomt. En dat kan je alleen doen, hè. Dat kan je met je gezin doen. Je hebt nu natuurlijk, als je een gezin hebt, heb je natuurlijk ook je gezin bij je. En ik zou zeggen, betrek ook de kinderen erbij, of ze nou klein of groot zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de video die ik ook gedeeld heb van Joy met haar dochter Grace. Dat ze zo lekker aan het tappen zijn. Ja. Dat kan je straks ook. Ik doe dat ook straks met jullie een klein beetje voor. En het heeft dan niet het hele stuk van de tapping die ik dan bij Roy en Joy heb geleerd. Maar ik neem daar een deel van, zodat je ook daadwerkelijk snel... eventjes wat doen, zodat je ook daadwerkelijk snel het gevoel kan ervaren. Ja, en je kan ook gewoon de tekst aanpassen in wat jij op dat moment goed voelt. Hè? Ja. Ik bedoel, het is geen vaste tekst. Het beginstukje wel vaak, maar voor de rest kan je invullen wat voor jou op dat moment van toepassing is. Absoluut, ja. En de tekst die heb ik al voor een deel met jullie gedeeld op Facebook. Dus ik heb er vanmorgen nog een heel klein stukje toegevoegd. En dat zal ik alsnog weer volledig doen. Zodat je nog meer zelf kunt toevoegen. Hè? En ik, net zoals ik al zo even bij de start heb gezegd. Ik let wel op wat ik zeg. Omdat ik ook denk dat kleine kinderen naar kijken. Nou, om daar eventjes op door te borduren. Mijn kleindochter is morgen jarig. Nou ja, oma en de rest kunnen natuurlijk niet komen. Dat is voor haar ook allemaal nieuw. En ik vind dat zo top, Georgia. Echt zo top, hè? dat jij... dat jij gewoon lekker doorschuift gezien de situatie. En samen straks met jouw zusje Brooklyn je verjaardag gaat vieren. Ja. Maar weet je... Wij mogen niet komen. Ik heb vanmorgen al gezegd, oma komt morgen even voor de deur. Even zwaaien en even iets voor de deur neerzetten, een cadeautje.
Nou ja, ja, en zo ga je creatief om. Creatief met de dingen om. En dan zou je zeggen, ja, waarom ga je dan weg? Nou ja, ik moet morgen ook boodschappen doen. Dus of ik nou een paar kilometer verder ga doorrijden of niet. Ik neem dit gelijk geen mee. En dan kan zij toch lekker haar cadeautje openmaken. Jij bent de postbezorger dan, hè, wat dat betreft. Ja, precies. Ja, precies. Je bent je eigen bezorger. Ja, en toen schreef ze al wel schattig van... Oma, sta je dan voor het raam? Ik zei, nou, oma gaat dan even dat zwaaien, inderdaad. Dus, ja, je kan nog even zo bellen. Zo kan je het ook doen, hè. Ja. Als je belt, het, Ja. Toch even contact wat dat betreft. Ja. Nou goed, en misschien even terug te gaan naar de webinar van gisteren. Ik zie hier Lin Weteling. Ah, gefeliciteerd. Dankjewel, Lin. Leuk dat je even kijkt. Top allemaal. Van harte gefeliciteerd met je kleindochter. Ja, super. Ja, ja. Nou, en ook gisteren voor mij is de webinar uiteraard heel veel informatie. Dat zullen jullie ook hebben. Hè? Dus het is altijd wel fijn om even terug te kunnen kijken. En volgens mij kunnen we dat altijd nog doen, ook vandaag. Ja. Ik heb zelf wat aantekeningen gemaakt, maar wellicht als ik het weer terugkijk, dan oh ja, dat vind ik nog interessant. Oh ja, dat vind ik nog interessant. Ja. En niet zozeer dat ik alles doe wat er staat op dit moment, maar dat wat ik interessant vind, dat schrijf ik op. Ook in gedachten van, nou, misschien kan ik daar iemand anders bij helpen met die tip. Hè? Dus het hoeft niet altijd zozeer te zijn voor jezelf, maar ook denkend aan het groot geheel. Want uiteindelijk doen we ook de meditaties en dat soort dingetjes. Tenminste, vanmorgen heb ik de intentie ook gedaan. En bij mijn intentie dat ik mij verbind met de aarde. En ook verbind met het, sommigen noemen het kosmos. Ik noem het dan inmiddels ook een kwantumveld. En met mijn kwantum zelf. En hoe je het ook noemen wilt. Om die verbinding te maken, die krachtige verbinding. En daarbij dan ook aansluitend die healing te doen, hè, vanuit je hart. Dat je dan ook die toren, zeg maar, uitbouwt. En ik weet niet, misschien kunnen we dat ook wel nog doen. Ja. Ik vond het ook mooi dat gisteravond Roy ook zei van... stel je voor, het is 1 augustus en iedereen is weer gezond en mag je gewoon naar buiten. En je kan weer gewoon normaal contact hebben met mensen. Stel, als zie je dat beeld voor je en dan... wordt dat meer werkelijkheid, zeg maar. Ja, zeker. En wat je dan in feite aan het doen bent, is achterom kijken. Hè? En dan kan je ook beseffen dat je zo'n stukje van een paar maanden van je leven in een hele andere situatie hebt beleefd. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Ik was, nadat we dit hadden aangekondigd op Facebook, was er een opmerking erbij gezet. Drop eten schijnt ook te helpen. Drop eten, ja. Dat, vooral voor ouderen had Roy dat aangeraden. Ik denk, dat is volgens mij de enige tip die mijn kinderen sowieso overnemen. Ja. En mogelijk is het dan niet zozeer zoute drop, hè, maar bijvoorbeeld honingdrop. Dat verzacht de keel natuurlijk extra daardoor. Ja, absoluut. Er zit een stof en hou de keel vooral ook nat, hè? Hou je keel gewoon vochtig. Drink zoveel mogelijk. Nou ja, ik heb ook hier naast mij, kijk, mijn kan met water. En er zit een stukje jungiet in. Even uitleggen, dat is een Russische steen. Ik heb hem hier ook, ik weet niet of hem zo... Dit is wel heel dicht bij de camera misschien, maar dit is maar een heel kleintje dus. Ik ook. Allerlei formaten, ja. En die houdt onder andere straling tegen. Dus ik heb ze eigenlijk 2 onder mijn laptop liggen. Mm-hmm. En zo'n zakje op de router. Om negatieve effecten van de straling van wifi tegen te houden. Ja, en voor degenen die ze ook al kennen. De Andara-kristallen hebben ook een hele hoge frequentie. Die kunnen daar ook aan meehelpen. Dus voel gewoon wat voor jou het prettigste is. Ja, ja. En dat Shungit, dat schrijf je heel moeilijk, maar dat is Shungite. En het is op zich heel goedkoop om die steentjes te kopen. Het komt uit Rusland. Dus je kan er zijn 2 soorten, hè? Zeg je? Er zijn 2 soorten Shungits. Als je gaat googlen en gaat bestellen, zul je ook 2 Shungits soorten vinden. De ene heet Elite Shungit. En dat is eigenlijk, wat het woord zegt het al, elite. Dus er zit wat meer power, wat kracht in.
Mm-hmm. En de ander is een stukje goedkoper, maar het is en blijft Shungite. Dus kijk gewoon wat voor jou passend is, ook voor je budget uiteraard. Ze zijn niet zo duur, maar wellicht kan ik begrijpen dat je soms ergens voor kiest. Ja, daarom. Ja, ik heb ze ook in een kan water staan, zeg maar. En daar doe ik dan nu ook één druppel op een liter tea tree oil in. Dat is ook één van de tips van Roy. Ja. Dus even, hoe heb ik hem in beeld? Tea tree oil. Eén druppeltje in een hele liter of twee liter. Dat is prima voor inwendig gebruik. Je moet het niet zo in je mond gaan doen. Dat absoluut niet. Maar één druppeltje op 1 à 2 liter is geen probleem. En het helpt wel mee om je weerstand op te bouwen. Ja, en als je thuis bent, lekker die diffuser aanzetten. Nou, kijk, een beetje droge keel. Dus ga ik even drinken. Ja. Even de diffuser aanzetten met 3 druppeltjes... Verschillende druppeltjes, hè? Dat is dan ook de tea tree, de mint, de mint en de eucalyptus. Ja. Ja, dus dat, maar dat vind je ook op straks de beschrijving van Roy. Die gaan we dat ook nog wel met jullie delen. Mocht je dat nog niet hebben, dan kun je dat alsnog lezen. Ja, als je via die e-mail of via dat webinar aanmeldt, zeg maar, dan krijg je alle informatie eigenlijk zelf daarin toegestuurd. En je kan het gewoon bij de drogist halen als ze het nog op voorraad hebben. Net als vitamine C en D3. Ja, en ik ben ook bij een soort drogist geweest waarvan je, zeg maar, als je de tweede koopt voor 50% de tweede krijgt, dus ga gewoon op zoek waar je ze kunt halen. Ja. Ja. En wellicht zie je ook wel hele lege schappen, maar vraag gewoon natuurlijk. Hè? Ja, of het kan besteld worden, of je kan het online bestellen. Gisteren bij de drogist was alle destilleerzepen op en de paracetamols waren op. Dus, dat maakt allemaal mee. Bijzondere tijden. Maar weet je... Ga er zo luchtig mee om en maak je niet al te druk over dat soort dingetjes. Ik moet eventjes wat doen, anders kan ik het straks niet goed lezen. Ja, hier Christel, inderdaad. Hoi Christel, leuk dat je ook kijkt. Onze kinderen FaceTime met elkaar. Ja, mooi. En ook met scholieren. Ik bedoel, die appen normaal toch al. Of Snapchatten of maak lekker TikTok-dansjes en laat het in de besloten groep zien. Dus en weet je wat ook zo'n mooie tijd voor is, als je met gezin bent, ga gewoon wat meer zinvolle gesprekken aan met elkaar. En dat bedoel ik gewoon te vragen van, hoe voel jij je nu eigenlijk? Weet je? En als je met kinderen dat doet, dan kun je ook zeggen van, nou, hoe voel jij je dan? Voel jij je niet lekker? En hoe groot is dan niet lekker? Is het dan zo of is het zo? Weet je, op een kinderlijke manier. En ben je met je partner, dan kun je natuurlijk wat andere diepere vragen stellen. Van hoe ga jij nou hiermee om? Wat voel jij dan eigenlijk? Mm-hmm. En hoe, weet je, dat is nu de tijd voor. En misschien heb je er anders nooit tijd voor genomen. Maar dat is nou juist die mooie tijd om dat soort dingetjes te doen. Maar vooral ook om naar binnen gericht te zijn, hè, naar jezelf. Als jij echt in deze drukte van het tegenwoordig van het gezin bent, dan is dat natuurlijk ook wel best wel hectisch. Want normaal gesproken ben je het ook niet gewend. Dus hou ook, geef elkaar ook die ruimte. Respectvol naar elkaar toe. Om die ruimte te geven. En als je het even niet kan, zeg dan eventjes, laat me even met rust. En dan kom je er later op terug. Ja. Blijf vooral niet in die stress zitten. Maar gewoon lekker in de flow. Ja. En laat het gewoon gebeuren. Dat was ook een van de tips gisteravond inderdaad. Van jij zit nu ineens overdag iedereen thuis, niet naar werk en naar school. hou ook inderdaad dat je ruimte voor jezelf hebt. En doe het bijvoorbeeld gewoon door je stoel om te draaien naar een andere kant. En even te zeggen van, laat me even 10 minuten met rust. Even een momentje voor jezelf of een boek lezen. Ja. Wees creatief is eigenlijk deze ruimte. Hè? Wees creatief. Zo creatief mogelijk. Hoi, Sana. Ook leuk dat jij erbij bent. Ja, Sana. Hi. Als je net inkomt, dit blijft hier staan. Dus waar je dit nu ook bekijkt, dan kan je altijd op een ander moment weer terugvinden op deze Facebook-pagina. Je mag het ook delen uiteraard naar andere mensen voor wie jij denkt van, dit kan iets voor je zijn. Kijk wat je ermee mee doet. Ja, want we gaan zo meteen een korte oefening doen, hè.
Ja. Tenzij je wat vragen hebt, dan kunnen we het nog tussendoor even stellen hoe wij daarin zitten. Ook bij gekomen zijn. Even kijken. Ja, hier nog even de tekst. Dit staat al in de opmerkingen erbij, dus die link staat er al om die informatie alsnog op te vragen. Ik zag gisteren ook een berichtje voorbij komen op van Tilly. Die is creatief thuis met de gezin aan het een spelletje klaar voor jassen aan het doen. Met de vader en moeder. En heeft ze een statiefje neergezet met een mobiel, zodat ze kunnen zien wat voor kaarten er op tafel liggen. En zij hebben hun kaartenset thuis en leggen op en vertellen wat ze neerleggen. En ja, als ze gewonnen hebben, is het wel even op vertrouwensbasis dat ze niet de boel... Je kunt zo creatief mogelijk zijn als dat je kunt. Hè? Het hoeft niet altijd geld te kosten. Nee. Dus dat is natuurlijk ook zo. En creatief kun je ook zijn, ga schilderen. Misschien heb je nog wat kwasten thuis. Hè? Of ik heb ook heel veel posters voorbij zien gaan dat mensen in één keer hun hele huis gaan opfleuren met nieuwe behang en dat soort dingen. Ja. Maar je kunt ook gewoon een kwastje pakken of een tekenblaadje pakken. En misschien heb je nu de tijd om aan je website te werken. Of misschien heb je een lekkere boek. Ik heb ook een heel mooi boek van Roy gekregen. Nou, tussendoor gaan we dat even lekker doorlezen. En zoek gewoon datgene wat je wilt. Cursusboeken die je nog gaat liggen, ga ermee aan de slag. Ja. Ook heel veel bedrijven die gratis online trainingen aanbieden. Van nou, nu heb je de tijd voor. Ook voor iets leuks voor om met kinderen te doen. Bijvoorbeeld van Rachel Levy. Die meeneemt om te tekenen. Als je denkt van nou, ik kan niet tekenen. Nou, met de simpelste technieken die zij doet. Denk je van, het is nog leuk ook. Ja. en weet je. Wat ik dan ook nog even aan wil halen. Het was al in mijn vorige post. Vergeet niet de tools die je al hebt, hè. Vergeet de tools niet die je al hebt geleerd. Wat het ook is, of het nou Reiki is, of dat het Shambhala is, of dat het universele eenheid is, of dat het Tats of Matrix is. Of yoga. Dat is de techniek van ooit. Weet je, pak anders jouw syllabussen of je leerboeken van vroeger. Blader dan nog even door van, oh ja, hoe was het ook weer, dat soort dingetjes. Ja. Daar heb je nu juist alle tijd voor. Weet je, en dan is dat misschien ook het moment om het ook te doen, om het weer op te pakken. Om dat weer te verstevigen, die kennis. Dus gewoon doen. Klopt. Ja. Yes. Ik zag ook, je kan ook naar een park toe gaan om te gaan sporten. En zag ik ook altijd weer met handschoenen aan, zodat je toch ook attributen die er misschien staan kan gebruiken en veilig is, zeg maar. Dus, ja, maar wees er wel voorzichtig mee, hè? Wees er wel voorzichtig mee dat je niet al te dicht bij elkaar komt. Nee, uiteraard. Ja. Hou de afstand. Ik was gisteren toevallig, uiteraard, naar de apotheek gegaan. Ik van tevoren eerst gebeld van, heb je zo'n mondkapje? Ja hoor, zegt ze. Nou, dan ben ik even naartoe gegaan om zo'n mondkapje te kopen. En ik dacht bij mezelf, jij weet het maar nooit. Maar dan heb ik alvast eentje in huis. Mocht je het nodig hebben, dan heb ik er zelf alvast eentje. Nou, ik krijg echt zo'n ding met zo'n toeter ervoor. Toen dacht ik, nou, ik ga dat niet opdoen als ik bij wijze van spreken boodschappen ga doen bij Albert Heijn of ergens anders, hè? Nee. Dus, want dan ziet men al zo aankomen met zo'n tutter. Ja. Gisteravond ook nog even boodschappen gedaan, inderdaad. En dan wil je ook die afstand houden. Nou, nee, dan wacht je tot iemand weg is bij een schap. En dan ga je zelf daar wat pakken. Ja, het is wel... Even nadenken. Ja. En je kan natuurlijk ook naar een boerderijwinkel. Hè? Dat is natuurlijk mijn andere tak. Heel goed. Ik was leeg, denk ik, altijd daarna voor verse groenten naartoe of wat je nodig hebt, of eieren of wat dan ook. Ja, als je die in de omgeving hebt, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Ja. Er is een website, www.findfarm.nl. En daar kun je kijken wat er in de regio bij jou is om de rechtstreeks bij de boeren vandaan te halen. Dus weet je ook dat niet bewerkt is? Hele goede tip. Eens even kijken. Sorry Lynn, ik had je vraag eerder niet gezien. Ik lees hem even op meteen. Mijn zoon heeft volgende week toch toetsweek. Ja. De school is open gegaan voor alleen de examenklassen. Ben er niet zo blij mee, want juist de jongeren doen het er makkelijk over. Nou, het is wel zo dat ze nu natuurlijk heel veel lege leslokalen hebben. En dus per klas veel minder leerlingen dan in de klas laten om examen te doen. Je hebt meer leraren nodig, maar ja, die zijn nu toch beschikbaar.
En het is roeien met de riemen die je hebt inderdaad voor degene die examen doen. Je wil ook niet dat ze nog een jaar over moeten doen. Absoluut. Ja, ja, ik begrijp wel jouw argwaan daarin. En dat voel ik wel met je mee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere momenten waar er wel van de jongelui gevraagd wordt om bij elkaar te komen. Dat geldt natuurlijk voor alles. Ja. Ja. Je geeft ze wat mee, hè? Bijvoorbeeld die anderhalve meter te houden. Dus wat dat betreft, doe dat gewoon. Ja. Ja. Kijk, nog even een hartje, een bloemetje en een dankbaar gebaartje van Cezana. Ja, Cezana. En weet je, ook bij jullie thuis, ik ken jullie een beetje, dus ook bij jullie thuis, jullie zijn zo liefdevol. Doe dat, ga elkaar ook opzoeken in die liefde, hè? Dat je ook dat weer omhoog krikt bij elkaar. Juist in deze situaties kan je gebruik van maken om dat up te liften, die liefde. Je weet, je hebt ook genoeg tools in jou en doe het gewoon. Even kijken of er nog meer berichten zijn die ik eerder over het hoofd heb gezien. Kijken. Oh, nou kijk. Je krijgt de hartjes weer terug. Ah, dankjewel. Ja. Ja. Even kijken. Hebben we nog wat? Dat zijn ze volgens mij. De antwoorden. Heb je nog vragen? Blijf ze hieronder nog gewoon tikken. Dan zien Joan en ik alsnog om daarop te reageren. Dus ook al zijn we niet meer live, dan kun je daar alsnog op je reactie op geven. Ja. Of je vragen stellen. Of hier een pb'tje. Dat kan natuurlijk ook als je dat niet zo hierin wilt plaatsen. Precies, ja. Ja. Misschien heb je een opmerking geplaatst onder een andere pagina dan die van mij, van Jacqueline Peek. En dan zien wij hem hier niet in beeld. Dus als dat zo is, tik je vraag dan alsnog even hier ook bij, zou ik zeggen, op de pagina van Jacqueline Peek Hamoen. Dan denk ik dat wij naar het bericht gaan van wat Joan eerder geplaatst had. Ja. Van angst naar vrijheid. Jij gaat hem nu niet vanaf deze lezen. Je hebt hem al iets aangepast, zei je. Ja. Dus laat hem hier nu weer even Klein beetje maar hoor, klein beetje maar. Ja, daarom. En dat zal ik straks ook wel even delen. Ja. Waar het in principe om gaat is... gezien deze situatie zitten we allemaal met een bepaalde emotie in ons. Hè? En om het in één woord te benoemen is het angst. En angst heb je uiteraard in verschillende vormen. Hè? Angst voor het ziek worden, angst voor tekortkoming, angst dat je misschien je baan niet meer hebt. Nou, noem maar op. Hè? Vul het straks ook helemaal in voor jezelf. We doen het zometeen nog even één keer met elkaar. En wat je van tevoren alvast kunt doen, is ook wel een hele leuke tool. Ga even heel rustig naar binnen en voel wat je nu voelt aan emotie. En probeer daar een cijfer aan te geven tussen de 0 en de 10. En voor degenen die kunnen testen, hè, kunnen dit testen of met een pendel, test even hoe groot die emotie nu bij jou aanwezig is. Voor degene die niet weet hoe dit werkt, stuur een pb'tje naar Joan. En onthoud het eventjes. En we gaan zo meteen de oefening doen. En als je de oefening klaar hebt, gaan we dus weer opnieuw testen. En dan zul je zien dat je al direct die ervaring hebt dat het een stuk minder of misschien wel helemaal weg is. Om het uit te leggen, dat ik sta er in ieder geval helemaal 100% achter. Want ik heb het pas geleden ook nog ervaren. Ik maakte weer iets mee waarvan ik dacht dat ik die emotie al helemaal heb verwerkt. En ineens, toen ik dat op dat moment ervaren, sprongen de tranen in mijn ogen. Ik dacht ik, wauw, wat is dit nou? Dus eigenlijk ben ik een beetje boos op mezelf. Dat moment, shit, dacht ik bij mezelf, dat nog niet. Toch verdikken me, hè? Ja. Maar aan de andere kant draaide ik het gelijk om. Ik zeg, oh, dankjewel dat ik er nu bewust van ben geworden. Dat dat nog aanwezig is en dat dat nog zo aanwezig is. Dus kan ik er ook wat mee doen? Want dat is het uiteindelijk, hè? We kunnen kiezen om vooral in onze kracht te blijven. Om ons niet mee te laten zuigen in die negatieve spiraal
van waar angst onder andere onderaan vast zit. Dus op het moment dat je dat gevoel hebt, dan kan je gelijk kiezen voor actie. En niet het is op, zo niet simpel. Niet ontkennen van de angst, maar je hoeft ook niet op te zoeken om er nog meer angst op je af te laten komen, zeg maar. Precies, precies. Natuurlijk kun je ook kiezen om gewoon maar zo te blijven en het gewoon te laten gaan. Dat is ook een keuze en dat mag. Want wie ben ik om te zeggen, want dat moet je doen? Dat zeg ik absoluut niet. Maar ik geef het je, hè, wij geven jou dit even mee dat je ervoor kunt kiezen. Voor een simpele weg en snelle manier. En je kunt het met de kinderen doen. Dus wat wil je nog meer? Ja. Oké. Okay. Nou, heb je het al, als het goed is, heb je het getal al ongeveer in gedachten? Dan gaan we even beginnen. En je mag, als je wil, de ogen sluiten. Ik moet eventjes wat lezen voor je, dus dan volg maar gewoon in je gevoel. En ik denk, voor mijn gevoel zeg ik toch, om het even mee te nemen in de aarding. Dus focus je maar even vanuit je stuit en vanuit je voeten. En vanuit je handen. Een soort rode wortels de aarde ingaan. En steeds dieper door alle aardelagen. Dieper en dieper en dieper. Totdat je ergens de kern, het hart van moeder aarde ziet kloppen, ziet voelen. Voor degenen die het niet zien, voel het misschien wel zo. En je ziet daar ook bij het kloppen het magma, het vuur van de aarde. Waardoor alles wat ons in ons lijf zit aan toxines, aan negatieve gedachten, alles wordt meegegeven door die rode wortels aan het magma van de aarde. En op dat moment gelijk getransmuteerd wordt in krachtige, helende energieën in de kleur wit en groen vanuit de moeder aarde. Die dan naar boven stroomt, weer terug op dezelfde manier, laag voor laag. Stroomt het in je voeten als eerste binnen, je stuit, je handen en stroom door naar je hart. En je hart pompt met de slag van het hart de groene helende energie en de krachtige helende energie in je hele lichaam. Tot in alle moleculen, in alle cellen, in de kleinste cellen, inclusief je DNA. Alles wordt gepompt bij ieder slag van je hart. De groene, helende, krachtige, aardse energieën. En terwijl dit zo blijft pompen, kijk je omhoog, net alsof je door je schedeldak een venstertje hebt. En je kijkt omhoog naar de lucht, de sterren. En wellicht vind je daar één hele grote ster. Dat resoneert met jouw gevoel. En als dat in plaats van de ster een ander gevoel bij is, mag dat ook. Hè? Het mag ook zijn dat je voelt de krachtige, goddelijke, helende energieën die op jou stralen. Dat is ook goed. Wat je er ook aan naam geeft. Voel wat bij jou past. En deze stralen komen als goudkleurige witte energieën. Helemaal je kruin binnen. En alle kleuren van de regenboog inclusief. Ze stromen door je kruin. Binnen door langs je derde oog. Naar je keel. En via je keelchakra gaat het samen in je hart stromen. Waardoor een grote explosie van allerlei kleuren van moeder aarde in het groen. En alle kleuren van de regenboog vanuit het multi-universum. En deze explosie vormt een soort torus door je hart. Torus is een soort vorm van een donut. De donuts die we kennen vanuit een lekkere donut om te eten. En deze vorm wordt steeds groter. Uiteraard eerst in je hele lichaam. Tot in al je cellen. In alle moleculen van je cellen, van je lichaam. Tot in je DNA. En van daaruit steeds groter. Groter dan je lichaam. Nog groter. Groter dan de ruimte waar je nu zit. Groter. Groter dan je huis. Groter dan het dorp waar je nu woont. Of de stad, het centrum
groter dan Nederland. Nog groter. Het gaat zo snel, dat kan je rustig meedoen. Groter dan Europa. Ja, zelfs nog groter dan heel de aardebol. Op het moment dat je de hele aardebol ervaart, dan voel je misschien ook die tintelingen die ik nu voel. Want je verbindt je eigenlijk met het global healingsproces. Voor alles wat leeft. Voor alle levende wezens. En voor al de mensen die op dit moment het zwaar hebben. Maar ook de verzorgers in alle beroepen. Inclusief de zieke mensen uiteraard. Dicht bij jou of veraf, maakt niks uit. Het is helemaal voor alles en iedereen die dit wil ontvangen van ons. En het ook ontvangt uiteraard. Niemand uitgesloten. Als je dit doet 's morgens, dan doe je eigenlijk ook al een healing voor ons allemaal. Dus op dit moment kom je weer terug in het hier. En kan je weer kijken. Kijk ik weer naar jou. Ook met mijn ogen. Hallo allemaal. En we kunnen dus nu weer starten met een klein beetje uitleg wat ik ga doen. Ik kijk inmiddels even naar een duif die voor het raam. Hallo duif. Ah, wat mooi. Ja. Nou, wat gaan we doen? We gaan een soort tappen. Hè? Roy heeft het ook al in verschillende video's laten zien. We gaan dit doen. We hebben hier natuurlijk allemaal handpalmchakra's, verschillende soorten chakra's. En we gaan ook deze slag maken. Zo ga ik het doen. Links, rechts, links. En dan zo snel mogelijk. Op het moment dat we dit heel snel gaan doen, gaan we eigenlijk onze beide hersenen in de war gooien. Dus het wordt alles wat we denken, gaat het ook echt voelen. Alles wat we denken op dat moment gaat helemaal weg. En dat is het effect wat hiermee gedaan wordt. En daarbij hoort een tekst bij. Dus op het moment dat we dat gedaan hebben, gaan we ook verder naar een stukje lager. We zitten hier bijvoorbeeld, hè? Je hebt hier het bot. En dan daaronder kan je dus je hand op die manier, je vinger, twee vingers hier op je bord plaatsen. Maar je kunt het ook zo doen, hè? Dus als je dit prettig vindt. Misschien vinden de kinderen dit wel prettig om het zo te doen. Ik wil even deze nog doen. Ja. Dus dat is ook een mogelijkheid. Alles kan, hè? Dus het is niet, je mag het zo doen. Maar je mag het ook zo doen. Wel onder de sleutelbeen botten, hè? Onder de sleutelbeen, correct. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Weet je het getal nog? Oké. Okay. We gaan samen. Nou, sluit je ogen maar. Ook al weet ik niet hoe. Ook al weet ik niet hoe. Je mag het nazeggen in gedachten. Wat zeg je? Ze mogen het ook nazeggen in gedachten. Ja, je mag het. Nou ja, sorry. Je mag het nazeggen uiteraard in jezelf. Ook al weet ik niet hoe ik uit deze situatie kom, vandaag of de dagen hierna. Wat ik wel weet, dat het reeds zo is. Verwijder al mijn sabotages. Bewust en onbewuste angsten, en vul het in, hè. Tekorten, angst voor niet eten, angst voor ziek worden. Vul het zoveel mogelijk in. En daarna gaan we het omschakelen. Ik ben liefdevol. Ik ben krachtig. Ik ben gezond. En dit ontvang ik allemaal met gratie, genot en gemak en vreugdevol. Dan gaan we het slaan. Kom op. 1, 2, 3. Slaan. Ik hou van mezelf. En ik accepteer mezelf. Ook als ik mij niet in mijn kracht voel en niet in de piekstaat ben. En ik hou van mezelf. En ik accepteer mezelf wanneer ik volledig in mijn kracht stap. En in de positieve, het gaat mij lukken mindset. Ik ben krachtig, succesvol, waardig, gezond, vitaal, dankbaar en 100% verbonden met mijn krachtigste innerlijke bron. Voor wie het goed voelt, quantum zelf of andere benamingen. Adem heel diep adem. En we gaan volgende stappen. Ja, hier onder. Tik de punten naast je borstbeen, die twee. Of doe het met twee handen. Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf.
ook als mijn oude programmeringen van angst en falen opkomen, ik weet dat deze emoties niets te maken hebben met wie ik ben. En ik kies nu om te stappen in mijn kracht, mijn moed, mijn authenticiteit en om onstopbaar te zijn, om 100% verbinding met mijn innerlijke bron, mijn quantum zelf, of hoe je het noemen wilt, met gratie, genot en gemak en vreugde. Haal heel diep adem. En dan gaan we naar onze ribbenkas. Aan de rechterkant zit onze lever. Net onder onze ribbenkas. Heel goed, Jacqueline. Heel goed dat je even laat zien. En dan gaan we dus ook tikken. Tikken wat we kwijt willen. Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf wanneer ik niet de grootste, krachtigste versie van mezelf ben. En ik me gefrustreerd, boos en machteloos voel en het niet ziet zitten. Ik vergeef me voor al van mezelf, van mijn zwakte. En het niet in staat zijn om aan mijn eigen verwachtingen te voldoen. Ik vergeef alle anderen die mij op een of andere manier getriggerd hebben. En ik kies ervoor om plezier te hebben in het bereiken van 100% verbinding met mijn innerlijke bron. Met liefde in mijzelf, met wie ik ben, mijn authenticiteit, mijn kracht, mijn liefdevolheid, mijn gezondheid, mijn... Noem maar op, vul het gewoon aan. Vul het in. Alles mag je zeggen, wat je bij jou goed voelt. En weer heel diep ademhalen. Ik ga nou eventjes testen. Ga maar testen. En is het een stukje minder geworden? Of is het misschien wel helemaal weg? En als het nou niet helemaal weg is, ik weet zeker dat het is verminderd, dan ga je dat nog een keer doen. En blijf het doen totdat het helemaal op nul is. En dat kan je regelmatig ook op de dag doen, hè? Dat je zegt van, ook al is het op nul, ik doe het toch elke ochtend. Of ik doe het toch elke avond dat ik slaap. Ja. Ook al kijk je er terug. Ik ben benieuwd hoe je dit ervaren hebt. Het is misschien helemaal nieuw voor je. Of je deed het misschien al. Laat het weten. Hoe je daar, of het voor jou ook verminderd is nu hiermee. Ja, en weet je. Ook al geloof je het niet. Het is oké. Okay. Ja. Ik zou zeggen, nu je toch de kans hebt om thuis gewoon uit te oefenen, so be it. Ja. Doe het gewoon. Check het. Ja. En als het helpt, nou, dan heb je een mooi en lekker cadeautje wat je elke dag kunt doen. Ook al ziet of kijkt niemand naar je. Ja, daarom. Ja. Ik dank je wel, Joan, dat je dit hebt willen doen. Live. Dus iedereen kan het ook nog later terugkijken en delen. Dankbaar dat je hier ook je tijd voor gemaakt hebt in deze tijd. En dit beschikbaar stelt voor anderen. Ja, ik weet je, ik doe het eigenlijk al zo lang dat ik me graag beschikbaar wil stellen om inspiraties op te laten doen bij anderen. En nogmaals, het is niets is een moeten. Hè? Voel dat absoluut niet zo. Maar ik deel, wij delen datgene waar wij achter staan. En als het ook goed voor jou voelt, probeer het gewoon en doe het gewoon. En vooral, blijf gezond. En ik dank je wel, Jacqueline, dat jij mij ook deze gelegenheid geeft om het met jou samen te doen. Super, want op deze manier voldoe ik ook weer aan mijn stukje zichtbaarheid, die ik natuurlijk als mijn beste zelf al ben opgestart. Ja. En mijn coach me daar zo goed in begeleidt. En ook echt zegt van, nou, wanneer zie ik je weer? Je ziet mij nu, coach. Inderdaad, ondanks binnenzitten. Je kan gewoon vanuit Almkerk en Apeldoorn gewoon bij elkaar. Ja, en nogmaals, dank je wel. Echt, ben zo dankbaar ook voor Joy en Roy. En ook voor het hele team. Hè, voor het hele team inderdaad. Die er altijd achter hun zit om alles van alles te doen. En die mogen natuurlijk ook een extra duimpje hebben van ons. Een hart onder de riem.
En, ja. En kus voor iedereen. Die ook dag tot horens. Die zijn tot ziens. Bezig geweest inderdaad om het voor elkaar te krijgen. Ja. En nog steeds, want nu in de voorbereiding van hun Quantum Voyage voor corona, het evenement wat 28 en 29 maart dus ook alleen maar online te vinden is, omdat het zo kan. Ja, ik ben daar ook bij en volgens mij heb ik gisteren, als ik goed heb gezien, €125 exclusief btw. En als je dat met elkaar deelt, weet je, je kunt het ook delen met vrienden die niet in je huis wonen, maar je kunt het natuurlijk ook delen op die manier, waardoor je ook zegt van, goh, we delen het bedrag samen. En dan is het best een bedrag wat goed te dragen is. Inderdaad. En wat ik ook hoor is dat je daarbij ook de Omega-serie krijgt van medicaties. Ja. Waarbij nu vooral één, de regelaar, en degene voor immuniteit aan te raden is om te luisteren. Wil je niet overdag luisteren, je kan het luisteren met oortjes in, maar je kan het ook 's nachts afdraaien. En ook al slaap je onderbewuste, die pikt het dan toch op. Ja, dat is die meditatie die ik ook al heb gedeeld eerder op mijn Facebook, hè, waarin Joy is begint als start en later ook weer Roy voor een deel oppakt en Joy dan ook weer afsluit. Dat is dus die meditatie om jouw immuungestel op te boosten. En je hoort het mij specifiek zeggen, je immuungestel op te boosten. Hè? Dus dat vooral op die manier met elkaar delen. Want je weet maar nooit wat voor deelstukjes of posten straks verwijderd gaat worden. Dus wees voorzichtig daarmee. Ja. Er zijn nog wat reacties binnengekomen, zie ik. Hoi Wilma. Wilma, hi. Voor mij al bekend, maar toch dankjewel. Helemaal goed. En, graag gedaan. Weet je dit ook al? Past je dit ook al toe, Wilma? Laat het weten. Of deel het ook aan anderen. Yes. Iedereen, nogmaals, blijf gezond. Liefdevolle groeten van ons. Dank. En tot gauw. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Bye.